Welkom, mijn naam is Defano Holwijn. En in deze podcast ga ik het met bekende artiesten en influencers hebben over geld. Hoe geven ze het uit? Hoe verdienen ze het? Dit en meer in stekken en spenden. Zo Hela, welkom Hi. bij Stekken en Spenden. Dankjewel. Ik heb jou uh, voor de uitnodigen? Ja, geen probleem. Ik voel me vereerd dat je, dat je er bent, want je doet eigenlijk praktisch nooit interviews. Nee. Dus ik ben hartstikke benieuwd naar je verhaal. En ik weet zeker ook dat er heel veel kijkers zijn en mensen die jou checken. Die denken nou, dat verhaal wil ik ook wel weten. Ja. We gaan meteen beginnen, want je onderneemt al zeven jaar. En eigenlijk is het echt hard gegaan vanaf jaar vier ja, ongeveer. Klopt. Hoe heb je die jaren beleefd? Nou, ik moet zeggen dat ik altijd uh, heb gedaan wat ik heel leuk vind. Dus ik ben... Tot de dag van vandaag niet echt heel erg bezig met de financiën. Kijk, nu kom je wel op een um, level dat het moet. Want je hebt ook heel veel personeel, je hebt hoge kosten. Maar de eerste paar jaar was ik daar niet echt heel erg bewust van. En daar um, ja, heb ik heel veel geïnvesteerd. Ja, en dat is mooi om te zien. Want je bent ook echt een voorbeeld. Dankjewel. Voor uh, hoe het kan. Voor vrouwen en voor mannen. Ook heel belangrijk. Um, Vanaf welk moment had je het gevoel van, ik heb goud in handen? Nou, best wel vroeg eigenlijk. Um, toen ik begon, woonde ik al op mezelf. Um, mijn ouders wisten wel dat ik iets was begonnen, maar ze wisten nog niet helemaal precies de ins en outs. En uh, ik weet nog dat ik een keer thuis kwam bij mijn ouders. Um, en toen vertelde ik wat, wat ik dus allemaal deed. En ik vertelde de omzetten. En toen zei mijn stiefvader, zei van maar wacht even. Weet je wel wat je aan het doen bent. Dit is echt super groot. Maar juist omdat ik iets aan het doen was. Wat ik heel leuk vond. Was ik daar helemaal niet echt mee bezig. En um, ja. Door veel met hem te praten ook. En um, toen kwam ik er wel achter. Want ik was toen 19. Ja, je staat er niet echt bij stil. Dat het echt iets heel groots kon worden. En um, toen heb ik de juiste stappen gezet. De juiste investeringen gedaan. Mijn geld op een goede manier besteed. En uh, ja. Nu staan we hier. Nu staan we hier, mooi, mooi, daar ergens boven. Want wie heeft je begeleid met deze uh, investeringen? En hoe wist je wat je moest doen? Want je bent 19, ja, was heel uh, je stiefvader zegt je van, hé, hey, nou, dit gaat ja. eigenlijk veel beter dan je denkt. Dus hoe ben je ja, op, het, op het juiste pad gekomen qua investeringen ja. en dergelijke? Nou, ik moet zeggen, toen ik begon was ik 19. Dus in het begin heb ik ook echt hele domme dingen gedaan. Zoals? Um, ja, Je geeft het uit hoe, mag, hoe snel het op binnenkomt, het geef je het uit. uit. Ja. Um, ja, ook ik kom ook niet echt van geld of zo. Dus uh, ja als je dan opeens heel veel geld gaat verdienen, dan is dat een hele nieuwe wereld. Uh, maar goed, op die leeftijd hoort dat ook een beetje erbij. En uh, nou ja, op een gegeven moment, ik heb dus ook een accountant en ik nog steeds dezelfde na zeven jaar. En um, daar hebben we heel nauw contact mee. Dus die zegt ook van oké. Okay, dit moet je aan, aan, uh, opzij houden. Uh, dit kan je uitgeven. Um, dus die heeft me heel goed begeleid. Mijn stiefvader die uh, heeft op een gegeven moment, die werkte tien jaar bij een bedrijf en die heeft toen gezegd van, kijk, ik wil je helpen. Um, maar op een gegeven moment dat helpen was niet helpen meer. Dus toen zei hij. kijk, ik kan ontslag nemen daar, maar ik heb ook een gezin te onderhouden. Dus ook al ben ik je vader, dan moeten wij ook een zakelijke relatie aangaan. Zeker. Kan je dat? In het begin was het wel heel, heel spannend, natuurlijk, omdat uh, ja, je hebt een vader-dochterrelatie en dan moet je opeens samen gaan werken. Maar dat was ook de beste beslissing ooit. Want uh, hij controleert dan de accountant. Dus hij is de schakel tussen mij en de accountant. Uh, zodat alles goed verloopt. En um, dus aan hem heb ik ook echt heel veel. En hij uh, adviseert mij als ik uh, een hele grote investering moet doen. Of uh, ja, hij houdt zich echt met de financiën bezig. Yeah. Oké, okay, dus je hebt iemand eigenlijk dichtbij je, ja. hartstikke mooi, die uh, op de financiën kan letten. Ja. Zeg maar. ja. ja. En je bent net begonnen op je negentiende, dus ik kan me voorstellen dat je ja, heel veel hebt moeten opofferen om te ondernemen. Ja. Wat heb je allemaal moeten opofferen daarvoor? Um, ja, ik denk dat ja, dat zijn dingen zoals een privéleven, uh, rust, um, ja. Je altijd aan het werk. Je staat altijd aan. Er is geen moment dat je niet um, een bepaalde zorg bij je draagt. En ik denk dat dat wel iets is um, ja, wat je opoffert. Je rust. Ja, je werk komt voor mij, niet voor elke ondernemer, wel altijd op nummer één. Waardoor andere dingen minder belangrijk zijn. Zoals misschien een relatie. Um, ja, waar mensen nu, Ja, ik heb wel echt een klein groepje ja. om me heen. Um, die zie ik ook regelmatig, maar ja, je verliest ook mensen en dat is ook helemaal niet erg. Het hoort ook bij opgroeien, uh, maar dat zijn wel dingen waar ik heel veel moeite mee heb gehad dat dat ook verandert. Dus uh, ja. En hoe ben je met die veranderingen omgegaan? Want je merkt van, oké, okay, je bent heel veel bezig met werk en het gaat goed op werk, maar je hebt misschien ook minder rust en ja. mensen om je heen zijn ook mensen om je heen die het niet begrijpen. Hoe ben je daarmee omgegaan? Um, ja, het is wel iets. Um, ik word heel gelukkig van mijn werk. Dus voor mij is het wel um, belangrijk dat dat nu op nummer 1 staat. Kijk, ik wil dit niet nog tien jaar gaan doen. Dus voor mij is het wel van ik moet nu deze jaren daarin investeren. Ja. Maar ik investeer daarnaast ook heel veel in mezelf. Um, juist omdat ik heb gezien dat dat iets is wat niemand jou ooit kan afnemen. Um, maar ook als ik meer in mezelf investeer... ben ik een betere ondernemer. Ben ik een betere vriendin. Ben ik een betere dochter. Mag ik zeggen, um, ja. Dat heb ik wel echt de afgelopen twee, drie jaar... echt enorm gedaan. En uh, ik denk dat dat het mooiste is... wat ik heb kunnen doen voor mezelf. Kan geld hebben eenzaam zijn? Ja. ja. Hoe, hoe heb jij dat gemerkt? Um, ik denk dat als je geen geld hebt dat je denkt als ik geld heb ben ik echt gelukkig, maar dan komt het, dan komt er een punt dat je het hebt en dan denk je nee, het, je hebt gelukkige momenten, maar geld maakt niet gelukkig. Je bent misschien even gelukkig als je iets moois voor jezelf kan kopen of iets leuks kan doen met familie um, of even terug kan blikken van zo, ik heb het echt goed gedaan de afgelopen jaar, ik heb hard gewerkt, maar het vult niet. Um, iets op in onze ziel. Ja. En ik denk dat waarom ik net ook zei van, ik investeer heel veel in mezelf, is omdat ik heb gezien dat dat het kostbaarste is wat je hebt. Want dat kan geld niet voor je doen, dat moet je zelf doen. En ja. Ik geef je groot gelijk daarin, zeker. Ik denk dat uh, precies wat je zegt, als je een bepaalde leegte hebt van binnen, en je denkt dat geld het gaat vullen, dat je er eindstand aan achter komt van, oh oké, okay. ik kan er leuke dingen nee. mee doen, maar die leegte... Ja. Het maakt het leven gemakkelijk. Kijk, ja. je kan opstaan en je hebt geen stress van oh, hoe ga ik dit betalen? Kan ik vanavond wel eten? Um, het maakt het leven makkelijker. Ja. Maar het vult niet op, zeg maar, wat je, je geluk of liefde of wat dan ook. Ja, nee, ik snap helemaal wat je zegt. En je zegt ook um, dat je heel veel investeert in jezelf. Op welke manier doe je dat? Uh, sporten. Heel veel sporten. Mij helpt het mentaal echt om. Um, ja, sterk te zijn, maar ook om even, ik denk de hele dag aan iets, dus net dat uurtje per dag denk ik even aan niks anders dan wat ik dan aan het doen ben. Ja. Um, ik praat met een life coach, um, dat helpt mij, want het is een positieve, je hebt een psycholoog, maar die gaat meer naar het, vind ik persoonlijk, naar het verleden en het negatieve. En de life coach, wat ik daar fijn aan vind, is, die doet echt naar de toekomst kijken. Wat wil jij? Waar zie je jezelf over vijf jaar? Uh, hoe moet je je voelen om daar te staan? Dat helpt mij heel erg. Uh, op tijd slapen. Mijn vriendinnen lachen <laughs> me altijd uit. Ik ga om elf uur slapen, maar ik sta wel om zes uur op. Ja, elf uur stipt. Ja. Elke dag, ja. Ja, kijk, soms heb ik een lange dag. Tuurlijk, ja. En dan kom ik pas om half elf thuis. Ja, dan een uurtje later. Maar dat is voor mij, die ritme en routine is voor mij heel erg belangrijk. Lezen vind ik ook leuk. Ik hou gewoon van rust. Ja, oké. Okay. Je, je, je investeert heel veel. Het is te horen dat je heel veel in jezelf investeert. En dat zie je ook terug. Dus dat is wel mooi. Want je hebt nu, hoeveel filialen heb je nu? Uh, de zesde gaat nu open. Tjieff. In uh, Maastricht volgende ja. maand. Uh, ja, dat heb ik ook echt heel snel besloten. Dat was uh, ja, heel impulsief. Toen dacht ik van, ik moet nog eentje in het zuiden van het land. Uh -huh. En een maand later had ik die locatie gevonden. En nu gaan we volgende maand uh, open. Um, Gefeliciteerd. Dankjewel. Ja. Dus ja, dat is uh, nu nummer zes. En hoe, hoe gaat zoiets? Want je hebt één filiaal. En gaat het dan zo dat er een, een kans komt en dat je die grijpt? Of dat je zelf denkt: van hé, hey, misschien moet ik iets verbreden. En wat is het moment dat je denkt van oké, okay, nu wil ik een tweede of nu wil ik een derde. Hoe, hoe gaat dat in zijn werk? Um. Nou, ik ga er heel eerlijk over zijn. Ik denk dat het bij mij vooral is dat ik constant doelen aan het afvinken ben. En ik vind het heel moeilijk om stil te zitten. Dus als eentje is gelukt, dan ben ik alweer bezig met het volgende. Um, ja, ik word daar gewoon heel gelukkig van. En uh, het nadeel daarvan is, is dat je maar heel kort geniet van dingen. Ja. Dus eigenlijk is het doel behalen verder. Terwijl eigenlijk moet je er ook nog langer van kunnen genieten. Zeker. Ja. Um, ja, het gaat ook steeds makkelijker. Want mijn eerste filiaal was natuurlijk ja, was moeilijker. Omdat één, je hebt geen geld, je hebt geen buffer, je hebt geen kennis. Je doet eigenlijk alles uh, ja, zonder ervaring. Nou ja, na zeven jaar heb je een buffer opgebouwd. Kan je wat makkelijker um, ja, een pand nemen, inrichten. Um, dus het wordt steeds makkelijker ook. Dus ik merk wel dat ik steeds weer op zoek ben naar dat gevoel van zeven jaar geleden. Ja. Ik heb het niet meer op die manier. Ja. Het is nu gewoon ja doelen afvinken en verder. Oké, okay, want als we. We gaan even terug naar zeven jaar geleden. Ja. Dat was je eerste pand geopend. House of Breads is ontstaan. Ja. Oh, hoe, is, hoe is dat ontstaan? Hoe kwam je erbij? Uh, nou, heel impulsief ook. Ik was, uh, ik was toen 19 of zelfs achttien nog. <coughs> en um, ik was altijd heel dromerig ook als kind. Ik wist nooit wat ik echt wilde worden. Ik ben op een gegeven moment stuurartsopleiding gaan doen, omdat je op een gegeven moment een keus moet maken. Um, maar ik was wel heel dromerig. Ik, ik dacht altijd: ja, wat, wat wil ik worden? Um, ik kon nooit één ding tegelijk doen. Dus ja, dat doe ik. Nu ben ik ondernemer, dus ik, mijn kracht is om heel veel dingen tegelijk te doen en te creëren. Ja, als kind weet je niet wat dat is, of als tiener. Um, dus ik was toen 18 en toen uh, dacht ik: ik ga een, een zaakje openen. Maar ik werkte nog gewoon ook, uh, fulltime. Um, dus ik deed dan van mijn salaris, wat ik toen verdiende, had ik een, een kamertje toen gehuurd. Het was volgens mij iets van 400 of 500 euro in de maand. Dat kon ik dan van mijn salaris doen. En dan kon ik dus blijven, dan moest ik nog wel blijven werken. Uh, nou dat heb ik gedaan. Heel impulsief heb ik toen een, een kamertje gehuurd. En um, toen wou ik eerst beginnen met andere behandelingen. Want ik ben zelf geen arts. Ik ben ondernemer. Dus ja, ik, dat botox en fillers kwam pas later. Toen dacht ik, oké, okay, wat ga ik doen? En toen dacht ik gewoon heel ja, spontaan van dat botox en fillers is nog niet zo'n ding. Het, mensen doen het. Um, ik weet dat mensen om mij heen het deden. Er werd heel veel over gesproken. Maar waarom zien we het nergens? Alle klinieken hadden nog geen, die bestonden wel, maar ze deden niks met social media. Het was een wat ouder, um, die eigenaren waren meestal wat ouder, waren ja. meestal artsen of uh, wat oudere ondernemers. Uh, het is best wel een volwassen branche natuurlijk. Dus um, toen dacht ik, daar moet ik op inspelen. En toen heb ik aan een uh, cosmetische of, of een arts gevraagd van, weet je, um, zou je bij mij willen komen in de zaak? En dan ga ik de marketing eromheen doen. En dan uh, vul ik jouw agenda op. Nou ja, het zij is prima, dat doe ik wel. Nou, toen is zij gekomen. En dat ging zo hard, even samengevat. Dat ze op een gegeven moment haar eigen kliniek. Um, ja. ja. op Laat, een laag he? pitje had ja. gezet. En ze kwam toen bij mij. Um, ik deed dan heel veel op Instagram. En heel veel op social media. En dat, dat deden mensen toen nog niet. En um, ik denk wat ook mijn kracht was. Is dat ik mijn eigen doelgroep ben. Ik weet wat die meiden willen zien. Tot de dag ja. van vandaag nog steeds. Ik weet uh, wat voor TikTok ik moet plaatsen. Want ik zit ook op TikTok. Um, dus ja, zo zijn we begonnen. Uiteindelijk uitgegroeid dus naar al deze locaties. Um, wij werken ook echt alleen maar met artsen. Dus we zijn ook door heel veel keuringen gegaan. Dat heeft ook jaren geduurd. Um, ja, ze zijn daar gewoon heel streng in in Nederland. Ook uh, ja, terecht natuurlijk. Uh, dus ja, zo is het begonnen Kom je op de naam? As of Brets. <laughs> Hoe kwam dat? Ik wist uh... dat je dat yeah. zou vragen. Yeah. Um, weet je wat? Wat Bretts zijn? zijn die oh, Natuurlijk. Ja, okay. ja, ja, Nou, je had je had dan Barbie en Bretts en ja, Barbie vond ik persoonlijk niet zo. Uh, ja, yeah. als iemand je Barbie noemde, was niet echt een compliment of zo. <laughs> maar wij jonge meiden wouden allemaal een Bret zijn, want die hadden mooie ogen, mooie haren, mooie lippen. Um, dus een brets is eigenlijk een soort van high-end Barbie. Ja. Um, dus zo House of Bretts ja. ontstaan, zeven jaar terug. Ja. Zeven jaar verder. Wat zijn de financiële struggles geweest? Heb je die ook gehad? Want het klinkt ja. nu allemaal mooi natuurlijk. Ja, natuurlijk. Zijn... <laughs> ja, dus iedereen luistert en denkt van hé, hey, deze meid. Wow. Nee. Maar je hebt natuurlijk ook wel ja, struggles gehad. Ja, wat ik net in het begin ook zei: de eerste vier jaar. Ging heel moeizaam. Um, gelukkig deed ik iets wat ik heel leuk vond. Dus daardoor hield ik het ook vol. Maar ik denk dat op heel veel momenten. ik had kunnen stoppen. Maar omdat ik het zo leuk vond. en ik had ook niet zoveel te verliezen. Kijk, op deze leeftijd. en deze kennis en ervaring. als ik nu een investering doe. en het is niet rendabel, stop ik ermee. Ja. Want ik weet dat ik mijn tijd ook op een andere manier kan gebruiken. Maar als je dat nooit hebt ervaren in je leven. Ja, dan ga je gewoon door. En ja, het is ook denk ik mijn karakter wel. Ik ben wel echt een door... Als ik ergens voor ga, dan ga ik er echt 100% voor. Um, dus ja, dat zijn wel uh, de financiële struggles. Dat je in het begin eigenlijk voor niks werkt. En dan gaat het in één keer hard. En echt super hard. En ja. Um, yeah. Dus ik denk dat een, een... Wat we hieruit kunnen halen is dat je zeker... Ja, altijd moet geloven in je droom. Ja. En door moet zetten. Want ja, ja als je bij jaar 3 was gestopt, ja. zouden we nooit weten hoe dat nu ja, ja. was en geweest. Ik moet eerlijk zeggen, tot op de dag van vandaag um, doe je nog steeds investeringen en duurt het soms even om dat eruit te halen. Um, ik heb recent een, nieuw, een nieuwe locatie geopend uh, in Rotterdam. Uh, dat heeft mij enorm veel eigen geld gekost. Um, ja, dat is pijnlijk soms. En dat, daar zie je niet gelijk iets van terug. Maar over een tijdje kijk je wel terug en denk je: Oké, okay, ik heb een investering gedaan. Het blijft investeren, maar hoe ik het zie, ik zie het zo. Dat het geld wat binnenkomt op mijn zakelijke rekening is niet van mij. Het is van mijn bedrijf. Um, wat overblijft aan het einde van het jaar, als ik mijn personeel heb betaald, mijn kosten heb betaald, belasting heb betaald, dat is voor mij. En je doet dit al zeven jaar. Wat heb je. Um... Is er iets wat je nu anders zou doen als je terugkijkt? Oeh. Want je, 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 je zegt het net: je hebt, heel veel, je hebt heel veel meer kennis nu. Je weet ja. heel veel beter hoe je dingen doet. En ik merk ook heel veel aan je van ondernemerschap is ook echt heel veel geduld. Ja. Vooral? Ik vind het lastig om te zeggen, omdat ik, wat voor mij echt een test was. Waar ik ook heel dankbaar voor ben, maar wat ook wel um, zwaar was. Ik was 19, ik ben nu 26. Ik ben ondertussen volwassen geworden. 19 jaar en 26, dat zijn wel de jaren dat je gaat vormen en dat je volwassen wordt. Ja. En ik heb daardoor misschien niet altijd goede keuzes gemaakt toen ik jonger was, omdat je misschien wat emotioneler bent op die leeftijd. Um, ja, nu sta je daar veel zakelijker in en anders in. Um, ik weet nog, als dan iets verkeerd ging in mijn bedrijf. Ik kon daar echt slapeloze nachten van hebben. Ik nam alles heel persoonlijk. Uh, waardoor ik ook gewoon heel veel stress heb ervaren. Lichamelijk ook. Um, dat kan ik nu beter loslaten. Maar of dat dan is omdat ik gewoon heel jong was. Of omdat ik die kennis niet had. Ja, dat is, dat is een beetje een zeggen. lastige ja. vraag. Ja. Ja. Maar in ieder geval, nu heb je heel veel meer rust in je keuzes. En maak je je ja. keuze veel bewuster. En ondervind ja. je die stress ook niet echt meer? Jawel. Oké, okay, die stress ondervind je nog steeds. Ja. Ja. <laughs> Ik denk niet. Ik praat soms met ondernemers die al veertig jaar ondernemen. Ja. En die zeggen, geloof me, dat gaat nooit weg. Ook, ja, Je hebt gewoon veel personeel. Um, je dealt met zoveel mensen en situaties. Het gaat nooit weg. Ondernemen is niet iets... Ja, Misschien uiteindelijk als je in, in de vastgoed gaat. Ik ken heel veel ondernemers die hebben echt jaren hard onderneemd. En op een gegeven moment gaan ze de vastgoed in. Ja, dan heb je ook niet echt met personeel te maken of met mensen... Kijk, ja. dan is het gewoon uh, op, op een andere manier ondernemen. Maar ik denk, zolang jij met mensen te maken hebt, dat er ook problemen blijven ontstaan. Tuurlijk, ja. En je spreekt, je zei dat je spreekt heel veel verschillende ondernemers, uh, mannen, vrouwen. Ja. Um, hoe is dat als succesvol vrouwelijke ondernemer? Omdat ik weet dat deze wereld kan soms ja. Ja, raar kijken. Zeg maar, ja. ik, ik, ik kan me voorstellen dat je met je tas komt of met je auto... en dat ze kijken van, nou, is dat van haar of van nou. wie is dit? Is dat van de broer? Krijg je zulke ja. dingen? Ja, dat is iets waar ik wel echt uh, dagelijks mee te maken heb. Is wat ik ook heel erg vind. En waar, waar ik mezelf ook echt voor wil inzetten om dat te kunnen veranderen. Um, dat is niet iets wat je echt kan veranderen... maar misschien wel in mijn eigen omgeving. Nee, zeker. Ja. Uh, maar wij vrouwen worden altijd... Ja, wij staan 2-0 achter. En... Um, ja, dat is gewoon een probleem in de wereld. Kijk, het is al veel minder dan vroeger, want vrouwen werken nu en hebben ook carrière en studeren verder. Maar mannen, daar worden geen vragen aan gesteld. Hmm. Het is ja. heel normaal dat als ik iets heb of aankom rijden in mijn auto, dat gewoon volwassen andere mannen aan mij vragen van, uh, is die auto van je vriend? Of van je man of van je vader. Ja. Maar gewoon random. Dus je komt gewoon aanzetten op, op een parkeerplek ja. en dan komt er gewoon iemand. Ja. Hey, uh. Nou ja, ik, een tijdje geleden stond ik voor een restaurant en er stond een beveiliger voor de deur. En uh, ik ging inparkeren. Dus hij zag dat ik uit die auto kwam. En uh, ik liep naar hem toe om naar binnen te gaan. En toen zei hij van, uh, zag ik jouw man niet gisteren in deze auto? Maar ik was met een hele groep vrienden. Ja. Dus ik dacht van ja, nee. Het is mijn auto. Ja. Maar um, dacht ik... ja heel raar als een man in dezelfde auto aan zou komen... zou je niks vragen. Dus op een gegeven moment wat ik heb gedaan... ik heb mijn auto laten wrappen in een vrouwenkleur... waar geen enkele man in Snel zou willen rijden. rijden. Ja. rijden. Oké, okay, bewust. Superbewust. Ja. Ik vond het ook een mooie kleur. Ja. Maar ik heb sindsdien ook niet meer de vraag gekregen... van ja. is dit jouw auto? Maar het is bizar dat dat zo moet. Ja, precies. Ja. En um, ik beantwoord de vraag ook altijd gewoon netjes. Maar ik vind... Als je er echt over na gaat denken, waarom moet een man zich nooit daarover verantwoorden? Ja, nee, heb je zeker gelijk. En merk je dat ook in de ondernemerswereld, als je met andere ondernemers ja. praat en misschien ook je leeftijd, dat ze denken van nou. Ja, leeftijd uh, speelt ook een rol. En kijk, ik ben ook niet iemand, ik ben heel humble, dus um, je moet echt heel diep graven bij mij, wil je weten. Um, hoe ik mijn bedrijf run ja. of hoe we ervoor staan. Ik ben niet iemand die binnenkomt in een meeting en gelijk begint te vertellen van hey dat is gewoon niet wie ik ben. Ja. Um, maar dat brengt ook met zich mee dat mensen je vaak onderschatten. Um, dus dat merk ik wel. Ook in de wereld waar wij in zitten, als wij naar zo'n congres gaan voor de cosmetische wereld, nou ja, ik denk dat iedereen gewoon wel op een bepaalde leeftijd is. Um, en dan loop ik er ook tussen. En uh, in het begin vond ik dat heel lastig, dat ik altijd uh, dat ze zeiden, oh ben jij de eigenaresse van House of Zo, dacht ik dacht altijd dat het uh, een man was of iemand ja. anders. Dus ja, dat is wel iets waar ik tegenaan loop, maar uh, het maakt me gewoon sterker, ook als ondernemer als vrouw. En ik vind het fijn dat ik die kennis nu ook kan delen met andere vrouwen die daar vast ook tegenaan lopen. Ja, want over kennis delen gesproken, um, heb je advies voor andere? Uh, vrouwelijke ondernemers? Um, ja, blijf in jezelf geloven. Niet opgeven. Je gaat tegenslagen krijgen. Die krijg je na tien jaar nog steeds. Uh, dus blijf in geloven. Um, geef geen geld uit wat je niet hebt. Ik heb nooit geld uitgegeven wat er niet was. Dus al moet je klein beginnen. En kleine. Um, ja, dus al moet je klein beginnen. Liever dat... dan dat je super groot begint... Hmm, ja. en dan na moet gaan denken... hoe ga ik dit geld ooit terugverdienen? Dus bij elke, um, bij elke keer als je winst omhoog gaat, kan je weer groter gaan. Omring je met de juiste mensen. Ik denk dat dat heel erg belangrijk is. Uh, hou je cirkel klein. Um, ja, omring je ook met positiviteit. Ik denk dat dat wel de belangrijkste dingen zijn. Okay, nee, zijn uh, hele duidelijke tips waar we zeker iets mee kunnen. Uh, ik heb even tussendoor wat dilemma's voor jou. Oké. Okay. Weet je, snel beantwoorden. Neem lekker een slokje. Uh, wat zou je doen met je laatste Donnie? Zou je gokken of naar de Starbucks? Gokken of naar de Starbucks? Ja. Maar gokken kan je ook zien als je gaat het proberen te verdubbelen. Oh, zo, oké. Okay. Ja. Je laatste 10 euro's. Uh... Ja, ik geef niet zoveel om Starbucks, dus ik zou wel kijken of ik het kan verdubbelen dan. Oké, okay, je gaat checken om het te verdubbelen. Ja, ik hoor je. Uh, eerste duizend euro. Designer-tas of ondernemerscursus? Ondernemerscursus. Duidelijke taal meteen in één ja. keer. Je hebt 100 euro op zak. Je nagels laten doen of met de Talis naar Parijs? Je hebt 100 euro. Je hebt niet meer, dat is alles. Mijn nagels, want daar hou ik nog geld over toch? Ja, ja, ligt eraan voor hoeveel je, je nagels doet. Ja, ik weet niet. Volgens mij er is het rond de vijftig. Talies is prijzig hè, tegenwoordig. Is wel prijzig. Maar op een goede, op een goede dag kan je om 70 heen en weer. Ja. ja, ik zou wel naar een goedkope nagelstylist gaan. Oké, okay, waar gewoon een goedkope nagelstylist en dan ben je gewoon goed. Ja. Oké, okay, ik hoor je volledig. En je zegt, je hebt ook duidelijk aangegeven van... Ja, je komt niet per se uit, uit een rijk gezin of zo. Je hebt ja. dat thuis allemaal niet meegekregen. Maar heb je wel heel veel meegekregen over... Hoe financiën werken, hoe dat werkt, of over geld, nee. of over sparen. Nee, kijk, er werd niet over gepraat vroeger bij ons. Kijk, ik me nu wel, want mijn broertje en ik schelen tien jaar. Maar ik denk omdat het nu ook een andere tijd is. Uh, mijn moeder was ook heel jong toen zij mij kreeg, 21. Dus ik heb een, heel, ik heb een beetje de opvoeding van de volgende generatie gehad. Dus uh, ja, er werd gewoon nog niet echt over gesproken. En ik denk ook, ja. Ja, ik ben zelf Marokkaans. Dus ik denk ook dat er in die cultuur ook niet echt heel veel over gesproken werd. Uh, maar nu wel. Het verandert. En ik denk dat ik dat ook met, met mijn kind meer ga doen. Maar het is niet van dat ik met mijn ouders aan de keukentafel ging zitten. En uh, dat ze me gingen uitleggen hoe het werkte. Ja. Is dat iets wat jij wel met je kinderen wil doen? Ja. Of wat, wat zou jij je kinderen vertellen betreft financiën? Um, ik denk daar wel eens over na. Ik krijg die vraag wel vaker van, hé, hey, hoe zou je je kinderen opvoeden? Ja. Um, ik vind het heel belangrijk dat ze de waarden kennen. Um, want ik ben hoe ik ben en ik onderneem hoe ik onderneem, is omdat ik die waarden heel goed ken. Kijk, mijn kinderen zullen in een andere situatie opgroeien en het zal wat, wat makkelijker zijn. Um, maar ik wil dat ze ook zo hongerig blijven en ook zo hard hun best willen doen om uh, iets te worden, wat, wat dat dan ook is. Um, dat zou ik wel heel graag voor ze willen. Dus ik zou het ze zo makkelijk maken tot een bepaalde hoogte. Maar uh, ze moeten er wel voor werken. Ja. ja. En, ik ben ook heel erg benieuwd naar hoe jij spaart. Want je zei ook eigenlijk duidelijk dat aan het einde van het jaar. Ja. eigenlijk wat er overblijft, dat is jouw inkomen. Ja. Maar hoe, hoe spaar je? Um, nou ja, er wordt voor mij gespaard eigenlijk. Ja. Door de accountant of door je? Ja, door mijn Het ja. Dus zeg maar, um, de mensen die de financiën doen. Ja. Uh, nou, er komt dus geld binnen op mijn zakelijke rekening. Daar gaat nog heel veel vanaf. Dus belasting, personeelskosten, eigenlijk al je kosten. Ja. Um, uiteindelijk blijft daar iets schoon over. En dat wordt overgezet op een andere rekening. Uh, die rekening gebruik ik ook niet. Dat is dus een. Uh, een, een andere holding uh, waar dus ja. eigenlijk al het schone geld binnenkomt. Um, ja, en dat is uiteindelijk jouw geld als jij ooit stopt met werken. Ja. Jouw zakelijke rekening is gewoon waar het geld binnenkomt. Um, dus zo werkt dat op die manier. En ik krijg dus ook gewoon salaris. Uh, wat eigenlijk de meeste ondernemers of directeuren dus doen. Um, en daarvan betaal ik mijn privé dingen zoals mijn huur uh, ja, mijn nagels, uh, al die andere dingen. Nagels, etcetera, etcetera. Ja, 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 tuurlijk. Je leeft, je leeft, ja. ja. Oké, okay, dus dat is eigenlijk, je bouwt een pensioen voor jezelf op. Ja. Ja, ja want uh, ja, er komt wel heel veel geld binnen op je zakelijke rekening, maar mensen vergeten dat daar ook nog belasting over betaald moet worden. Tuurlijk. Belasting ja. komt, ja, of aan het einde van het jaar, of elk kwartaal, aankloppen van hé, hey, je hebt zoveel omzet uh, gedraaid, daar krijgen wij nog een mooi percentage van. Hm. Ja, als je daar niet over nadenkt en je hebt dat geld misschien al uitgegeven, heb je een probleem. Dan, heb je een, uh, dan gaat het heel zwaar ja. worden. Is dat misschien dan ook een hele uh, goede tip voor alle beginnende ondernemers? Ja. Dus eigenlijk meteen met een hele goede accountant. Ja, ik moet heb echt ja. daar heel veel geluk mee gehad. Kijk, hij is heel streng. Hij doet alles volgens de regels, maar ik ben daar gewoon heel, heel blij mee. Want daardoor ja. heb ik mijn zaken zo goed geregeld. En hij leert mij ook van, kijk, jouw, jouw bedrijf moet van waarde zijn dus jij kan jij, jij moet nu gewoon belasting betalen en jij moet nu gewoon alles volgens de regels doen want als jij je bedrijf over tien jaar wil verkopen kan jij wel aantonen op papier van hey dit is mijn bedrijf waard als jij het op een andere manier gaat doen ja, dan kan je misschien meer geld verdienen maar jouw bedrijf is niks waard op papier het is maar net wat je wil ja. uh, dus ik ben heel erg blij met hem ik werk ook al zeven jaar met hem oh, oké okay, sinds het begin ja ja oké deal ons deel ons ons en hoe spendeer jij je geld? Wat, wat vind je leuk om te doen? Hou oh, je van lekker eten? Hou je van een tas? Hou je. Waar, waar hou je van? Um, ja, momenten. Kijk, en wat ik net zei in het begin, heb ik ook wel heel veel geld uitgegeven aan, aan, aan domme dingen. Um, zoals tassen en dit en dat. En natuurlijk doe ik echt nog wel af en toe. Maar ik vind het heel leuk om met vriendinnen te gaan eten. Of met mijn moeder, of met mijn broertje, of mijn vader. Um, ja. Ik ben best wel avontuurlijk ook, dus ik vind het dan leuk om een keer een activiteit te gaan doen. Of. Uh, ja, gezelligheid vind ik wel heel leuk. Vooral omdat ik er heel weinig tijd voor heb. Uh, ja, tuurlijk doe ik nog wel eens. Uh, ik hou van mooie kleren, daar ga ik gewoon eerlijk over zijn. Vind ik ook leuk. Maar ook omdat ik uh, rondloop in mijn kliniek en. Uh, ja, ook klanten zie. En uh, ik ben natuurlijk ook wel het gezicht van mijn kliniek. Dus ik vind het heel belangrijk, ook als ik een meeting heb, dat ik gewoon netjes aankom. Um, dus ja, dat zijn dingen waar ik wel uh, geld aan uitgeef. Uh, ja, ik vind het fijn om mooi te wonen. En dat is echt mijn rustplek. Dus ik, ik vind het ook belangrijk om daarin te investeren. Dat ik gewoon in, in een leuk huis woon. Uh, leuke auto kan rijden. Dat zijn de dingen waar ik wel uh, niet constant natuurlijk. Nee, maar... tuurlijk. En dat is ook hoe je jezelf beloont, denk ik. Yeah, ja, dus een trofee. Ja. Ik denk dat uh, iedereen heeft wel eens iets dat je denkt, oké, okay, als ik uh, zo hard heb gewerkt, dan ga ik voor mezelf dit kopen. Voor de Precies. een kan, kan het een tas zijn, voor de ander kan het een huis zijn. Het kan van, van, van alles zijn. Um, maar dat houdt je wel op de been. Ja. Ja. ja, het klinkt voor mij in ieder geval alsof je heel verantwoordelijk met je geld omgaat. Ja. Je hebt je, je, va je vader die erop ja. zit, je hebt je accountant die erop zit. Ja. Uh, je weet heel goed waar, waar je naartoe wil. Je wil niet je hele leven lang werken. Ja. Hoe, hoe ziet je toekomst eruit? Um, ik hoop dat ik uh, moeder mag worden en dat ik ook een gezin krijg en dat ik dan dit meer los kan laten. Um, ik zal altijd wel blijven ondernemen. Ik ben denk ik niet iemand die echt huismoeder kan zijn, maar ik zou wel meer uh, ja, misschien part gaan werken. Ik wil dan zeker nog blijven ondernemen. Um, dus misschien een andere kant op gaan. Um, ja, ik ben wel iemand. Ik, ik kan niet stilzitten. Dus ik denk dat ik dit wel echt. Uh, voor de rest van mijn leven zal blijven doen. maar niet op uh, dit tempo. Ja, want nu nee. ben je gewoon. Je, nee. je bent ook in de zaak. Je doet eigenlijk ja. alles wat je collega's ook doen. Ja, ik ben echt ja. altijd aanwezig. Um, niet omdat het nodig is. maar omdat ik dat leuk vind. en ja. omdat ik uh, het nog niet helemaal los kan laten. En wat ik zeg, ik ben nu nog geen moeder, uh, ik heb nu nog geen man. Dus ja, als ik thuis kom, is niet dat iemand op mij aan het wachten is of zo. Dus ja, daardoor kan je nu ook die tijd daarin investeren. En uh, ik heb natuurlijk wel heel veel vriendinnen die wel al moeder zijn. Uh, en daar zie je dan ook die switch in, vind ik heel mooi om te zien. Uh, die hebben nu andere prioriteiten en die vinden werk iets minder belangrijk, maar die vinden hun gezin komt op nummer 1. Uh, dus dat vind ik wel leuk om te zien. Dat ja. dat op een gegeven moment dus ook gaat veranderen. Maar dat, die feeling heb ik nu nog niet. Dus uh, ja, ik gewoon lekker aan het werk. Nou, het, is je, het is je in ieder geval hartstikke gegund. Dus dat sowieso vanuit mijn kant. En Dankjewel. Je hebt het eigenlijk al beantwoord, maar ik ga er toch mee eindigen. Um, ja, maak geld gelukkig? Of is het gewoon the root of all evil? Uh, ik vind het echt een lastige. Ja. Het maakt niet gelukkig. Want ik heb echt momenten dat ik me ook ongelukkig voel. Um, maar het maakt wel makkelijk. Dus het maakt niet gelukkig, het maakt niet ongelukkig. Het, maakt, het geeft je een bepaalde vrijheid. Waardoor jouw leven makkelijk wordt en je andere. bepaalde zorgen niet hebt. Maar je krijgt er andere zorgen bij. Dus ik wil hem heel graag in het midden laten. Ook dat mag zeker. Zo heel erg. Ik ga je bedanken voor je komst. Ik, uh, ik heb heel veel lering kunnen trekken uit de dingen die je hebt ja. gezegd. Ik hoop de kijkers dank thuis ook. Uh, dat je mannen hebt geïnspireerd, vrouwen hebt geïnspireerd. En dat, we, ja, dat het nog mooier en groter voor je mag worden. Dat je dank met je wel. 60 ondernemingen. Ja. Dus uh, <laughs> dank nogmaals dank. Gesprek. Dit was uh, Stekken en Spenden met Sohela